Hey Martin, goedemorgen. Waar zijn we vandaag? Ja, we zijn bij Stand Zero. Oh, wat is dat? In de Hoofddorp. Wat zijn we hier vandaag aan het doen? Bij de paarden. Bij de paarden. En je hebt er eentje een speciale gevonden. Ja, een schimmel. Een schimmel. En waarom wil je graag met de schimmel? Ja, die vind ik zo mooi. Oké. Okay. Heb dat iets met Sinterklaas te maken? Nog niet. Nog niet? Oké. Okay. Je vindt gewoon een wit paard veel mooi? Ja. Oké. Okay. Dat is een mooi plekje hier, hè? Hier, hè? Dat wij de laatste dat samen zijn. Oh, want? Toen jij een beetje stoppen gaat, kun je naar de boerderij terug. Jij gaat weer naar de boerderij terug? Dus het is ook een beetje feest vandaag. Ja. Nou, leuk man. Hij mag alweer jou wat klagen. Anders staat hij met zijn hoofd de hele dag in de emmer, hè? Kan je hem niet goed zien. Nou, hij staat er prachtig op hoor, Martin. Dankjewel, hè. Goedemorgen, Jan. Mama. Ah, wat een lief hondje. Zo. Hoe heet hij? Ari. Kom maar, hoor, lief hondje. Hij is lief, hè? Hij is lief met jou, toch? Ja, hè? Zo, wat zegt hij dan? Nou, wat een lief maatje heb jij. Een schaatje. Ben je eigenlijk graag, hè? Nou... Schattig, hè? Ja, ik krijg daar wel knuffels van jou. Au! O jee, bijt hij jou? Au! O jee. Zo doen. En daar is een hondje. Niet, hè? De schaatje. Rij, wat leuk, Jan. En hoe vaak doe je dat? Doe je dat elke dag? Doe je het elke dag? Fietsen zo? Ja. Wat zei je, Barry? Niet zo snel, Jan. Ik heb een stas. Nee, Barry. Je gaat veel te hard, ik kan niet rijden. Barry, hou door. Ben je zo moe, Jan? Ja. Oh jee. Maar dan ga je ook wel eens fietsen? Ja. Doe je dat toch? Wat goed. En heb je ook de avond vierdaagse gelopen? Niet zo hard, Jan. Ja? Jij? Jan, wat heb je om je nek? Ja, ik ben gelopen, vierdaags lopen. Van de vierdaagse? Vierdaags. Wat goed. Ja, ja. En wie heeft nog meer gelopen? Mon en Barry. Mon en Barry. Ik kan. Nou, wat goed. Ja, nu niet, want nu ben ik aan het einde. Goed, hè? Nou, knap gedaan, jongens. Ga je ook helpen, Jan? Ja, ik ga helpen, ja. Oh, wat goed van je. Ja. Nou, maar ik het even filmen, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Dan kom je daar ook in. Zo, Jan, we rekenen nu voor de boerderij. Ja, voor de boerderij. Ja. Oké, okay. Dus ik zie je niet meer om mijn groep, hè? Ja. Ja, lekker zitten. Hij lekker bij me. Maar wat ben je aan het filmen? Vind je dat goed? Ja. Oh.
Het is een ezelfluisteraar, volgens mij. Hij vindt het wel lekker, die Pobo. We staan in de rij. Ja. Vind je het leuk, Michael? Zet de bak er maar in, zo. Goed gedaan. Michael is de peultjesplukker vandaag. Hé, Michael? Ja. Kijk eens. Heeft Michael geplukt en Michael gaat ze nu verpakken in een plastic zakje. Zo, oh, sorry, mijn vinger ervoor. Zodat we ze kunnen... Wat gaan we ermee doen? Wat gaan we met de peultjes doen als jij ze verpakt hebt? Verkopen. Ja, hè? Waar ga je ze opleggen dan? Op de kar. Op de groentekar, hè? Leuk, en dan zetten we ze bij, bij het boerenbuurthuis neer, hè? Ja. Zo. Heel goed, Michael. Verse peulen, geplukt door Michael en Edgar. Helemaal goed. Zo, ja, prima, prima. Hartstikke goed. Ja, top. En hier zijn de lekkere peultjes. Nou Is, daar zijn we weer, hè? Ja, we zijn weer. Helemaal gezellig. En we hebben onze Calio hebben we al lekker gepoetst. Ja, en de... Kijk hoe mooi die eruit ziet. Hartstikke mooi. Wat gaan we zo met hem doen? Hierin? Ja, we gaan daarin. Zullen, je mag hem losmaken. Ja, maar... Nou, dit is wel even next level hoor. Isha heeft Calio gewoon aan de longe en dat gaat gewoon hartstikke goed. Doe maar een klapje met de zweep erachter, Is. Ja, dat hij wel door blijft stappen. Keurig. En je lijntje mag strak. Dus kan je een stapje achteruit doen. Ja, goed zo. Ja, goed zo. Nou, je doet het echt super. Vind je het leuk, Kies? Oh, je komt gezellig naar je toe. Haal je lijntje maar binnen. Even aaien. Goed zo. Hij komt gewoon gezellig bij jou even kijken. Doe maar een klopje op zijn hals. Even lekker zo om zijn hals heen. Dat vindt hij gezellig. Gewoon lekker een dikke knuffel. En dan moet je lekker gewassen. En dan gaan we hem zo gaan we lekker wassen. Even zijn voetjes spoelen. En even lekker nat maken, want het is hartstikke warm. Nee. Nou, Is, je hebt hem in beweging. Klap nog maar een keer met de zweep achter zijn billen. Niet te veel naar voren lopen, anders doet hij het niet meer. Ja, heel goed. Nou, dat doe je netjes. Kijk nou, hij gaat lekker draven. Nou, gaat hij even de andere kant op. Ja, hand, zweep in je andere hand. En een klopje geven op de grond dat hij moet draven. Ja, doe maar. Nou, en na het werk gaan we, waar gaan we naartoe, Is? Gaan we naar de terugbrengen, hè? Terugbrengen. En waar gaat Calio naartoe dan?
Naar waar nog? Ja, en wie wacht er op hem? Zijn mooie vriend. Zijn vriendinnetje. Ja, hè? Ja, die wacht op hem. Kijk, daar zit meneer de directeur. Heerlijk een sigaretje te roken. Heel rustig. Met een grote glimlach. Mooi gezicht. Jij valt vast, dan moet ietsje eronder meer. Nou, we hebben een interne verhuizing. Omdat de versoepelingen eraan komen. En we plaatsen moeten komen voor de cliënten. Op veilige afstand. En dit meubel gaat nu naar kantoor. Zodat we weer twee plaatjes kunnen creëren. Okay. En de sterke mannen die zijn nu aan het verslepen. Anders schiet hij er misschien dus uit. Stapje voor stapje. Dan gaat hij goed, dan gaat het uit. Weet je wat je eigenlijk aan het uitpakken bent, Ries? Nee. Nee, verrassing. Ja. Gaan we zo meteen filmen dan. Hé, hey Richard, ik hoor dat jij al die schermen hebt uitgepakt. Goed hoor. Ja. Zet er daar nog één. Daar hebben we Isje. En daar nog één. En daarachter ben je weer nog één. Goed gedaan, Richard. Heel klein. Klein. Veldmuisje. In de tuin van Inge. Schattig, hè? Kijk Inge, ik heb per se voor jullie een lekkere smoothie gemaakt. En wat zit erin? Albusjes. En wat nog meer? Weet ik niet. Wel. Limonade. Oké, nou ga maar proeven, kijken of het wat is. Nee, ik ga niet opdrinken. Ik ga weg. Ik ga het weggeven. Je gaat het weggeven? Aan wie? Aan Cynthia. Aan Cynthia? Oké. Simon gaat iets verkopen. Gulle. Wat ga je verkopen, Simon? Sla. Sla? Ja. En waar ga je naartoe? Steekie, dan zie ik voor zijn hand valt. Nee, luister even niet. Ga je gewoon een beetje over het terrein lopen? Ja. Oké. Mama. Nou. Ga maar. Hé, hey, aardzak patat. Uit patatje. Oh, dat knippen we er even uit. Nee, inhouden. Hey, tot zo dan. Tot zo. Doei.